Een Chinees restaurant aan de Devisserstraat in de Vlissingse wijk Pauwenburg is maandagavond overvallen. Tijdens de overval waren er geen klanten meer in het restaurant. Er was alleen nog personeel aanwezig. Niemand raakte gewond. Wat er buiten is gemaakt is nog niet bekend. De dader is nog voortvluchtig. Na de overval ging hij er vermoedelijk vandoor op een rode damesbromfiets van het merk Thomas.